Komt het er? Ik betwijfel of het er komt. Ik blijf nog steeds, als je de kosten ziet, nog een heel megalomaan project vinden voor een stadion. En, waarom 63.000 zitplaatsen? Dat vraag ik me ook af. Zoveel. Ja, maar ik stel allemaal vragen waar jullie. Dat alleen maar ook weer vragen over hebben. Dat is toch niet gek als, als je iets nieuws neerzet dat je dan groter gaat? Juventus ging kleiner. Ja, maar die hadden een heel lelijk deel op. Ja, maar meer clubs die kiezen gewoon voor iets kleiner. Maar de Kuip is nu toch zelden helemaal vol? Ja, die is toch regelmatig? Ja, de Kuip is wel. Maar dat zijn net is het 45. Het is toch zo bij Feyenoord als dan moet je er 18.000 meer hebben. Als het bij Feyenoord goed gaat, komen er meer mensen toch? Komen er meer mensen. En de Feyenoord heeft de grootste achterban in Nederland. Dus ik vind dat niet zo heel gek. Plus dat dit stadion ook gebruikt gaat worden voor het Nederlands elftal. Veel vaker dan de Johan Cruijff Arena. Popconcerten. Het is wel dat het vaker dan de Johan Cruijff Arena veel vaker dan dat het niet dit moment gebeurt. Want de Johan Cruijff die wordt ook verbouwd. Dus ja, daar gaat er ook andere clubs minimaal zitten. Minimaal hetzelfde. Dus er komen meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Weten wij wanneer er iets meer duidelijkheid gaat komen? Of de financiële haalbaarheid uiteindelijk wel echt er gaat komen? Het is zo onoverzichtelijk. Daarbij opgeteld, Feyenoord heeft niet eens een baas. Nee, dat is waar. Heeft nog geen eens een hoofd van de organisatie die je er een klap moet geven. Ja, daar heb je natuurlijk een stadiondirectie natuurlijk ook. Maar dus het is zo onduidelijk geworden. Maar Feyenoord moet aan voorwaarden voldoen in de position paper. Pas dan zegt de gemeente ja. Nou, het is allemaal... Feyenoord moet heel veel geld binnenhalen. Heel veel, ja. Heel veel geld. Het is niet duidelijk nu. Maar ja, wat ik vorige week al zei. Ik vind het heel veel geld. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het er wel mooi uitzien. Ja, maar Martijn gebruikt net wel het woord megalomaan. En ditzelfde architectenbureau, OMA, is een aantal weken geleden uit Den Haag gestuurd. Uit het Binnenhof. Voor de renovatie van het Binnenhof. Omdat men toen daar zei, ik citeer, de plannen getuigen van grootsheidswaan. Wist jij al langer, hè? Nee, wist ik helemaal niet zo langer. Information. Nee, maar als je serieus, Ruud, als je dat een beetje volgt... Dat vind jij bij dit dus ook. Ja, dat vind ik ook, ja. Tegenwoordig Pieter Bruin is de architect van het Binnenhof. Pieter Bruin. Ja, jongens, doe je huiswerk, hè? Ja, dus die was het vroeger ook. Maar zegt het iets dat we met hetzelfde architectenbureau nu te maken hebben... en dat nu dus rondom de bouw van het nieuwe stadion... Ik begrijp wel, OMA heeft in Rotterdam vele projecten gedaan... en staat goed aangeschreven in Rotterdam. En natuurlijk kan je een keer een missertje hebben in Den Haag. Maar ja, we spreken hier wel over een totaal nieuw stadion. En in Den Haag heb je een oud gebouw wat je gaat verbouwen. En daar, het karakter van het Binnenhof, daar hadden ze wel problemen mee. Dat OMA eigenlijk zoveel dingen ging doen dat het oude karakter een beetje wegviel. Nou, het ging...